Vandaag zijn we in Ierseke, want ik wil iets gaan maken wat makkelijk te doen is in de stoomoven, mossels dus, en die wil ik nu vers gaan ophalen. We zijn nu bij de Roem van Ierseke en Anita is zo vriendelijk om ons te laten zien hoe ze de mossels klaarmaken voor bereiding van ons. Ja. Dit is dus Anita. Ja, want de meeste mensen die kopen de mosselen in de supermarkt of bij de vishandel. En dan zijn ze allemaal al mooi schoongemaakt, los van elkaar. Dus ze denken dat die ook zo uit Oosterschelde komen. Maar zo is het niet. We hebben hier de verwatercontainers waar de mosselen verwaterd worden. En als ze daarin liggen, dan ziet het er nog zo uit. Zo komen ze dus uit de Oosterschelde. Ze zijn helemaal vies, aan elkaar gegroeid. Er zit van alles tussen, zeewier. Er zitten heel vaak nog zeesterren tussen, want zeesterren eten mosselen. Dus de mosselen worden gevist op de percelen in de Oosterschelde. Daarna komen ze hier bij Roem van Ierseke, Zeelandse Roem, aan. En daarna worden ze hier in deze verwatercontainers gelegd. En afhankelijk van de temperaturen van het water moeten ze daar 24 uur tot enkele dagen verwateren. Zodat ze al het vuil, al het zand wat er eventueel nog in zit, uitspoelen. En daarna, als ze schoon genoeg zijn, worden ze hier uitgehaald en gaan de fabriek in voor verdere verwerking. Nou, deze mosselen, zoals u ziet, die zijn al schoongemaakt. Alle baarden zijn eruit, de pokken zijn eraf gehaald. Er zit nog wel een klein pokje af en toe op, maar deze ondergaan nog een controle. En uiteindelijk komen ze terecht in onder andere een jute zak. Deze gaan naar de groothandel of naar de restaurants. Er wordt jute gebruikt, want jute, als het droog is, is het ietsje groter. De mosselen gaan erin en ze verliezen altijd iets vocht. En doordat de zakken vochtig worden, krimpen ze. En vandaar dat ze heel strak verpakt worden, zodat de schelpen niet open kunnen staan. Want als de mosselschelp open zou gaan staan in de verpakking, dan loopt het vocht eruit en dan zijn ze niet meer zo lekker mals. Nou, bedankt voor deze keer en we gaan er wel lekkers van maken. Ja, dankjewel. Ik kom zeker even proeven, want uit de stoomoven, dat moet perfect zijn. Dankjewel. Inmiddels zijn we weer in de showroom in Arnhem-Muiden en controleer ik de mossels. Je ziet dat ze heel vers zijn, maar als er eentje open staat, zoals deze bijvoorbeeld, knijp je er even in. En als die dicht blijft staan, zoals die nu dus doet, zie je dat die leeft. Als die open blijft staan, is het foute boel weggooien. Dus van tevoren even goed je mossels nalopen. Maar deze is natuurlijk super vers. De mosselen gaan in een gaatjespan, dus niet de dichte pan, maar met gaten. En je legt ze zodanig dat ze nooit het gewicht van de bovenbuurman omhoog moeten duwen. Anders blijven ze dicht. Dus gewoon een dun laagje en dan drie kleine bakjes tegelijk in de stoomoven. Deurtje dicht. 120 graden, 1 minuut en dan op start. Dat is alles. Bij de mossels hoort een goede witte wijn. Zoals bijvoorbeeld deze Lemmoin. De informatie over de wijn zet ik wel even op mijn blog. En die gaan we dus nu erbij schenken. De mossels zijn nu klaar. Zoals je ziet, in 1 minuut allemaal open en klaar. Mosselen eten doe je niet alleen, dus salut allemaal.